Damian, hij is een hele goede chef. Autodidact, alles zelf geleerd. Ik denk dat soms de chaos of de drukte in zijn hoofd, dat hem heel erg helpt. Dat hem helpt om creatievere ideeën te creëren. Je moet wel out of the box helemaal denken om iets zo insane neer te zetten, om zo'n zaak succesvol te maken met een plantaardig menu. Ik zou bijna zeggen dat Damian meer Arnhemmer is. Arnhemmer is waar hij vandaan komt. Arnhem is hoe hij is opgegroeid en de wijk waar hij is opgegroeid. Maar Italiaans, dat zit in zijn bloed. Dat zijn de lange diners op zondag toen hij opgroeide. Dat is ook Damian. Oké. Damian is echt heel eng! Help! Nee, geitje. Nee. Waarom plantaardig? Het is mijn nachtmerrie om de vegan guy te worden. Nee. Alleen vegan aan zich kan heel goed en bijna perfect zijn. Als het op een hele goede manier wordt gedaan. Maar het dekt ook niet de lading als ik het heb over alles waar ik voor sta. Want vegan zijn heeft niks te maken met lokaal, het heeft niks te maken met duurzaam, het heeft niks te maken met ethiek op andere gebieden dan dieren, met mensen bijvoorbeeld. En het heeft ook niks te maken met gezondheid. De meeste plantaardig eten toen de tijd, 5 jaar geleden, was niet lekker. Mensen lachten ons uit. En die zeiden van, haha, konijnenvoer, we gaan jullie dat doen. Maar we hebben ze het tegendeel bewezen. Ja. We koken met lokale producten, zo ver mogelijk. We koken met de seizoenen mee. We proberen met heel veel creativiteit en plezier te koken. We dagen onszelf graag uit en onze gasten ook al een beetje. We zijn 5 jaar, hebben we onze zaak uitgebouwd. We zitten in een prachtig pand, we doen 120 couverts. En het groeit alleen maar. En mensen komen echt van heinde en verre en die zeggen van, wauw, dit is echt lekker. Hoe maak je dit? Maar ja, dat zit in de brein van Damian. De sleutel is gewoon de leveranciers. Dus dit is de eerste peper. Dit is de Black Hungarian jalapeno. De Black Hungarian? Ja. Is die heel pittig? Nee. Nee, de jalapeno's zijn niet zo pittig. Hij is niet pittig, ik verslik me. Hij is wel pittig. Wat lach je? Je gaat echt heel erg koken in dienst van de ingrediënten. En je moet die ingrediënten ook heel erg respecteren en benaderen op een manier. Hoe kan ik deze het best tot z'n recht laten komen? En er zijn ook vaak genoeg dat ik een lijst krijg waarop ik denk van, ik weet niet wat dit is, weet je. Dan moet ik wel research gaan doen. Dan zeg ik van, wat is dit voor een graan, weet je. En dan is het gewoon een oergraan wat 300 jaar geleden hier gewoon groeide. Hey, stengelsla. Stengelsla, wauw, wat groot. Dus wordt veel in de Aziatische keuken wordt dit gebruikt. Als je lokaal gaat zoeken, dan is niet altijd alles. Dus je zal meer uitgedaagd worden om te doen met de ingrediënten die er zijn. Dus je creativiteit wordt ook meer geprikkeld om echt je menu samen te stellen op basis van wat er is. Waar gebruik je die voor? Ja, we gebruiken die best veel. Sowieso als we een beetje pit in de gerechten willen, maar we maken ook onze kosho hiermee. Fermentatie met citroen. En we gebruiken het ook in hot sauce die we maken. Komkommers. Het is ontzettend belangrijk om natuurlijk met mooie ingrediënten te werken. En het is ook heel belangrijk om je te realiseren dat boeren en tuinders juist door die connectie met de afnemer veel mooiere producten tot stand kunnen laten komen. En altijd een eerlijke prijs krijgen voor wat zij produceren. Maar dit is ook zo'n goed voorbeeld, als ik dit op het menu zet, dat is soms tricky, want als het dan een keer op is, ja, en ik moet iets bijbestellen, bijvoorbeeld bij de Hamels, dan, oh kut, bij een groothandel, kan ik gewoon beter gewoon nee verkopen dan, ja, dan zo'n inferieure kwaliteit leveren. We zijn heel flexibel, heel fluïde met onze menukaarten, ook dat aanbod wat we hebben. Ingrediënten kunnen soms dagelijks verschillen, dus het is heel vaak dat de basis van een gerecht staat. Het is tortellini of gnocchi of het is deze barbecue bereiding.
En dan kan het zijn dat de groenten of de kruiden of de saus iets varieert, omdat er net wat andere producten... Het kan maar net zijn dat het veel heeft geregend en deze kruiden zijn er niet. Dus dan zijn we heel makkelijk met schakelen. Basisvertrouwen creëer je door betrouwbaar te zijn. We hebben geen certificaten. Als je een lange keten hebt, dus als chef ben je op zoek naar bietjes en je gaat naar de groothandel en je wil zeker weten dat het bio is en onbespoten, dan moet er een certificaat bij zitten, een biocertificaat, zodat je weet van het is niet behandeld, het is niet bespoten. Hier kun je bij ons langskomen. Eén op één relatie, dus er zit niemand tussen. Op een gegeven moment, als je gewend bent om met zeg maar, een courgette te werken die hier 200 meter vandaan geteeld wordt, biodynamisch, en dan kan je daarna niet meer terug naar een courgette van de groothandel. Welkom. Ik ga even laten zien wat er allemaal gebeurt hier. Andiamo. Zo. Dit zijn de knapste koks van Arnhem. Heb je die gezien? Oké. Dit is onze antipastibar. Dit is een kleine zaal waar 30 mensen kunnen zitten. We hebben hier natuurwijnen, we hebben wilde bieren, high-end cocktails. En je kan ook eten hier. We hebben verse pasta's en antipasti gerechtjes. Zo. En dan komen we nu in het restaurant. Zo, we hebben hier dus een grote ruimte. Er zijn veel kleine hoekjes en gezellige plekjes waar tafels staan. We hebben een workstation in het midden van het restaurant. Alle ruimtes hebben een klein beetje een andere feel, maar het is allemaal wel in ieder geval gezellig. Veel ruimte tussen de tafels. Zo heb je allemaal je eigen kleine bubbel als je hier komt eten. Voorheen hadden we in deze twee ruimtes 100 couverts. Los dat het voor ons het personeel erg veel was en hectisch. Het ging wel goed, maar het was gewoon veel. Hebben we echt de keuze gemaakt om minder gasten per avond te hebben. Zodat we onze aandacht kunnen verdelen over de gasten en meer aandacht aan de gasten besteden. En dat de gasten ook gewoon meer comfort hebben. Je hebt gewoon heel veel contact met een gast als je er maar 50 hebt in plaats van 100. Onze oester is een ceviche van oesterzwam. Een ceviche betekent dat iets garing heeft gehad door zuur. We hebben daar witte balsamico-azijn voor gebruikt. We maken de oesterzwam op smaak met shallot en met oesterblad. En het was het is een van onze meest gimmicky gerechten. We maken normaal niks na. We hebben caviar gemaakt van citrus. En het is in je mond gewoon één smaakexplosie. En het smaakt niet naar een oester, maar het heeft wel die vettige, ziltige smaakbeleving in je mond. Dus het was een heel mooi alternatief. En het is een leuke manier, vind ik, om de avond te beginnen. We hebben verse pasta, verse mafaldine. 2 jaar nadat we bestonden, besloten we dat we needed to step our game up. We moesten wat dingen leren, want we gebruiken geen vlees, geen vis. Hoe gaan we mensen echt verbazen en voor ons winnen? En toen besloten we gaan alles zelf maken. Al onze pasta en gnocchi. We serveren met truffel. Truffel is een van de redenen waarom we geen vegan restaurant zijn. Het is een controversieel ingrediënt. En voor een pure veganist is het niet oké. Het is niet de vegan way. Maar dat komt omdat er honden of varkens worden ingezet om deze truffels te sourcen. Wij denken daar anders over. Wij staan hier achter. We kennen de leveranciers. En we vinden het een heel mooi, luxe product om mensen echt een topavond te geven. Het is ook heel simpel. Het is pasta, het is boter, het is truffel. En het is een van de lekkerste dingen die je zal eten. We hebben een mooie meloen uit Spanje. Die wordt gecheckt op zijn suikergehalte voordat ze hem plukken. Dat betekent dat hij op piekrijpheid wordt geplukt. Maar het is eigenlijk abnormaal. Het is normaal dat meloenen weken van tevoren worden geplukt en ergens gaan narijpen in een loods in Nederland. Deze wordt geplukt wanneer moeder natuur het bedoeld heeft en dat proef je. We beginnen met de ajo blanco. De saus van jonge amandelen en komkommer. Ajo blanco is eigenlijk een Spaanse soep van amandel. We hebben jonge lokale amandelen. We serveren daar seitan bij. Een hele interessante Chinese bereiding uit de 16e eeuw. Het is Nederlandse tarwe, ja. Een efficiënte en goedkope manier om een heel eiwitrijk voedsel te maken. We hebben van bloem en water een deeg gemaakt. Dat gaan we wassen. Klinkt gek, het is ook gek. Het is kneden onder water en al het zetmeel kneed je eruit. En dan hou je alle eiwitten, oftewel de gluten over.
En die behandel ik eigenlijk zoals ik vroeger een stuk vlees behandelde. Die heb ik gerookt, geroosterd, gepekeld, dunne plakjes en serveren we met de ajo blanco en de meloen. Het is een mooi voorbeeld dat als je de liefde aan paddenstoelen of andere producten geeft, dat je iets krijgt wat net zo satisfying is als een stuk vlees. Natuurlijk zal het nooit hetzelfde zijn en dat hoeft ook niet, maar het vervult de rol van vlees in dit gerecht. Je leert ook over de ingrediënten en ik ben de laatste om te zeggen dat ik alles weet of dat ik een fantastische chef ben, maar ik ben zeer leergierig en ik werk graag heel hard. En ik vind het fijn dat ik ook onbekendere ingrediënten weer in de spotlight kan zetten. We hebben een tortilla. Ik moet eerlijk zeggen, dit is de uitzondering die we maken op ons lokale concept. We hebben iemand gevonden die maakt tacos op de authentieke manier in Nederland. Maar de masa wordt uit Oaxaca, Mexico gehaald. Het is Mexicaans, maar natuurlijk veel ouder dan Mexico. Duizenden jaren voordat het land bestond, maakten de Inca's en de Maya's al een tortilla met deze ingrediënten. We hebben onze mais tortilla. We hebben hier een crème van de penicillium kaas. Basis van rijst met dezelfde bacteriën als brie. We hebben gekarameliseerde ui met miso. Dan nemen we onze kaas. We hebben Nederlandse koningsoesterzon. Geplukt. Geroosterd met een beetje koji. En we hebben kantarellen. Schoongemaakt en gebakken. Afgeblust met een klein beetje zwarte knoflook. Garam. Voor wat frisheid hebben we wat shisho. We maken het af met wat Oost-Indische kersbloemen. We hebben een gerechtje, een spiesje van de barbecue. Er zitten twee dingen op deze spies. Tempeh van de Nederlandse krombekboon. En oesterzwamvoet. Oesterzwamvoet is eigenlijk een bijproduct van de oesterzwamkwekerij. We beginnen met de ambasaus op het bord. Van jonge perzik. Een saus die van origine uit Irak komt. Met jonge mango wordt gemaakt. Wij gebruiken jonge perziken, een stuk lokaler. De meiraapjes. We hebben geroosterde schillen van Amalfi citroen, ingelegde shallotten, yakitori van oesterzwamvoet en Nederlandse tempeh, afgelakt met een beetje tomasu sojasaus uit Rotterdam. Als bijgerecht de Nederlandse rijst, tussen aanhalingstekens, dus een mix van Nederlandse oergranen, aangemaakt met charmoula. En we hebben wat Nederlandse bonen, geweld, gekookt en krokant opgebakken, wat goudsbloem, wat epazotte. En we maken de spies af met wat bloesem van paarse peterselie. Ik denk dat een van mijn grote krachten als chef ook is dat ik ben niet de meest technische chef, maar ik denk dat ik heel erg weet wat mensen heel erg lekker vinden. En hoe ik gewoon eten lekker kan maken. Ja, het klinkt simpel, maar dat is iets waar ik zelf ook op zoek naar ben als ik in een restaurant ga eten. Van ja, dit is heel interessant, maar is het ook fucking lekker? Dat vraag ik mezelf vaak af. Wat is succes? Ja, is het succes wat je in kranten krijgt of je rekening, of is het succes van de gasten? Mijn succes is voor mij heel erg dat mijn gasten terug blijven komen, dat ik ze wekelijks, maandelijks terugzie. Dat is voor mij succes. Als het niet was gelukt, het is heel lastig. Voor ons was opgeven geen optie. En het was voor ons heel belangrijk dat het is een familie, het voelt als een familie. Dat de sfeer heel erg belangrijk is. Ik zeg niet dat alle keukens zo zijn, maar ik heb zeker keukens meegemaakt waarin er echt veel seksisme, racisme en homofobie was. En dat er gewoon mensen waren die zich niet altijd veilig voelden.
Er zijn wel duidelijke regels over hoe we met elkaar omgaan en hoe we praten tegen mensen en over mensen. Dat is heel belangrijk voor ons. Dus voor ons was het heel logisch, als we ondernemen, doen we dat op onze manier. En wordt het wel een plek waarin iedereen in ieder geval zichzelf is en zich thuis voelt. Wat ook belangrijk is om het talent van mensen helemaal eruit te krijgen. Als mensen zich op hun gemak voelen, dan kunnen ze ook thriven uiteindelijk.